75 miljoen mensen op deze wereld gebruiken de dating-app Tinder. Terwijl sommigen op zoek zijn naar liefde, een ander weer op zoek is naar een wild avontuur, is het onvermijdelijk dat er ook types tussen zitten met niet al te goede bedoelingen. Dat blijkt ook uit het verhaal van vandaag. Het verhaal van de 24-jarige Sydney Loof. Haar Tinder-date bleek ook gelijk de allerlaatste te zijn. En haar tragische lot onthult de schokkende kant van het online daten. Hey, hallo en van harte welkom bij deze Misdaad en Mysterie. Vandaag staat er weer een bizar moordverhaal op het programma wat alles te maken heeft met online daten. Of vooral hoe dat in dit geval heel erg fout is gegaan. Maar zover zijn we nog niet, want de video van deze week wordt mogelijk gemaakt door Surfshark VPN. Het is dus tijd voor het reclamemoment. Surfshark is een VPN-service en met een VPN kun je veilig en wel het internet op. Een VPN waarborgt jouw privacy doordat jouw IP-adres wordt gemaskeerd met een ander, die vanuit een ander land bijvoorbeeld. Met twee drukken op de knop is het gebeurd. Hiermee kun je dus alle internetsites bezoeken die je maar wilt van over de hele wereld. Ik gebruik Surfshark VPN bijvoorbeeld voor mijn onderzoek, mijn research. Heel veel sites zijn namelijk voor Nederland afgeschermd. Zeker in Amerika, maar ook in de UK. Nou, dan verander ik mijn locatie, wordt mijn IP-adres gemaskeerd met een IP-adres van desbetreffende land. En voilà, ik kan die site bezoeken. Zo kan ik jullie dus alle informatie geven. Wil je echt een stapje verder gaan met je online veiligheid bieden ze ook de service Surfshark One aan. Surfshark One, er zit een antivirus in, beschermt je computer tegen allerlei virussen, maar ook Surfshark Search. Surfshark Search. En daarmee kun je anoniem zoekmachines gebruiken. Je hebt het misschien niet eens door, maar de zoekmachines waar je op surft gebruiken jouw gegevens om bepaalde resultaten naar voren te halen. Maar eigenlijk wil je dat helemaal niet. Jij wil de resultaten die passen bij je zoektermen. Surfshark Search zorgt ervoor dat je die irritante persoonlijke advertenties weet te ontlopen. Als je een abonnementje hebt op Surfshark kun je het echt op zoveel apparaten gebruiken als je zelf wil. Denk bijvoorbeeld aan je opa, je oma, je vader, je moeder, je broer, je zus. Het maakt echt niet uit hoeveel apparaten er op één account worden gebruikt. Dat is natuurlijk ideaal. Wil je Surfshark proberen? Ga dan naar het linkje onder in de beschrijving en gebruik mijn kortingscode onder die in hoofdletters om 3 maanden extra gratis Surfshark VPN te krijgen. Voor meer informatie en natuurlijk het linkje, lees natuurlijk de beschrijving hieronder. Surfshark, ontzettend bedankt voor het reclamemoment van deze week. Dankzij dit soort reclamemomentjes kan ik dit blijven doen. En als we het over online veiligheid hebben, dan is het verhaal van vandaag wel van toepassing. Vandaag breng ik het trieste verhaal van een meisje genaamd Sydney Loof. En een groot deel van dit verhaal heeft te maken met de app Tinder, het online daten, het gevaar ervan. En dan wil ik het online daten natuurlijk helemaal niet afbranden, want dit gebeurde vroeger al. Een afspraakje met een vreemde, dat is altijd gewoon iets wat heel lastig blijft. Als je iemand in de kroeg tegenkomt, dan weet je ook niet 1, 2, 3 wie je voor je hebt. Dus in principe is dit een verhaal van alle tijden. Alleen online daten is gewoon net ietsjes toegankelijker. Hè? De stap om iemand te ontmoeten, die drempel is veel minder groot dan als je op iemand moet afstappen in het echte leven. En daarom gebeurt het denk ik op iets grotere schaal. Natuurlijk is het weer tijd voor de shout-out van deze week. Elke week kies ik iemand uit de comments waarvan ik denk, hey, die heeft een goede vraag of een goede suggestie of iets goeds over de zaak te zeggen, dat mag allemaal. En deze week is de shout-out voor Lize Kamerman. Wat een interessante zaak weer. Ik kijk iedere vrijdag met plezier naar jouw video's. Je hebt een fijne stem. Ben je als vrouw door het onderzoeken van al deze zaken niet extra bang geworden als je bijvoorbeeld in de avond alleen op straat loopt, dat jou iets overkomt, wat ook in deze zaken vaak gebeurt? Ik vind dat een hele goede vraag. En om er een antwoord op te geven, bang, zo wil ik het niet noemen, maar ik merk wel dat ik meer op mijn hoede ben. Inbrekersangst heb ik altijd al gehad. Dus alles hangt hier vol met camera's. Elke raam, alles wat hier open kan, is beveiligd met sensoren. Maar dat had ik eigenlijk hiervoor al. Dus ik ben niet banger geworden. Ik zou met alle liefde op een hutje op de hei gaan zitten, zonder buren. Of ik dan bang ben, vast wel. Maar ik heb het ook nooit als ik over straat loop in de avond. En ik heb zeker wel het een en ander meegemaakt. Ik ben denk ik nog banger voor spoken en demonen, waarvan ik denk dat ze niet eens bestaan, dan de echte demonen op deze wereld. Heel kromme eigenlijk, maar nee, ik denk niet dat dat heel veel invloed op mij heeft. Ik zit ook echt heel vaak thuis. Het scheelt.
Ik heb tegenwoordig ook twee podcasts. Natuurlijk Moordkast, hè. Deze week ga ik het ook over Sydney Loof hebben. Tegelijkertijd met de aflevering op YouTube staat ook de podcastaflevering live op de app Podimo. Exclusief en alleen daar te beluisteren. Ga ervoor naar podimo.nl/moordkast om je aan te melden. Dan krijg je eerste maand gratis. Dat geldt ook voor mijn podcast Ooggetuigen. Samen met slachtofferadvocaat Sebas Dijkstra spreek ik verschillende slachtoffers. Hè, slachtoffers van misdaden of ooggetuigen die misdaden van dichtbij hebben gezien. Vorige week hadden we bijvoorbeeld een Marsje C-biker die als eerste ter plaatse kwam bij de aanslag van Koninginnedag in 2009. Toen op dat moment zag ik de auto tegen een monument aan. Toen één sprint aan het toegetrokken. Ik kom aan de rechterkant van het voertuig aan. En niet wetende wat daarvoor al gebeurd was, bleek dat iemand van de DKDB, die had, zag ik later op de beelden, die had ook al in die auto gekeken. Maar mijn maatje Dimitri stond al aan de linkerkant van het voertuig. Dus ik keek door die kapotgeslagen ramen. Ja, dat voertuig, ja, het zag er niet uit. Er lagen ook, het is heel vreemd om te zeggen, maar er lagen ook delen van mensen op. Oh jeetje. Ik ben om het voertuig heen gelopen, bij Dimitri aangesloten. Ik hoorde Dimitri heel hard schreeuwen: meneer, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Ze keek Dimitri en zei: Dimitri, ik weet het zeker, man. Dit is een aanslag. Ik zou ook zeker die aflevering van deze week van Ooggetuigen bekijken. Elke dinsdag staat er voorlopig een nieuwe ooggetuige voor jullie. Ook live op Podimo. Dus je hebt niet één reden om op Podimo te gaan abonneren, maar nu twee. Even de disclaimer voor deze aflevering van Sydney Loof. In deze video's bespreek ik een echte moordzaak en thema's van extreem geweld. En dat is zeker niet geschikt voor elke doelgroep. Ben je 12 jaar of jonger dan dat, zorg ervoor dat je deze video wegklikt. Zijn deze onderwerpen dus triggerend voor je, kies er dan ook gewoon voor om deze over te slaan. In dit verhaal komt er ook een onderdeel aan seksueel geweld in voor. Houd er dus vooral rekening mee. En het is natuurlijk niet mijn bedoeling om respectloos of oneerbiedig over wie dan ook in dit verhaal te praten. Dan is het tijd om maar heel snel te gaan beginnen met het tragische verhaal van Sydney Loof. Sydney Loof werd geboren op 21 augustus 1993 en ze groeide op in Hartje, Verenigde Staten. In Lincoln, Nebraska. Zeker met mijn raspige stem, hè, woorden komen er gewoon wat lastiger uit. Excuse me. Sydney werd geboren als dochter van Susie Loof en George Loof. En beide ouders zitten in het onderwijs. Susie werkte al heel lang als lerares in het speciaal onderwijs. En vader George als schooldirecteur. Verder heeft Sydney nog een broer en een zus, genaamd Levi en Mackenzie. Sydney is precies de middelste van het hele stel. Het tweede kind binnen het gezin dus. Sydney werd grootgebracht met de normen en waarden van haar ouders. Dat houdt in hard werken, goed voor een ander zorgen en hard voor de gemeenschap en voor de familie. Die principes werden echt van jongs af aan meegegeven. Sydney was een heel leergierig kind met een grote nieuwsgierigheid naar de wereld om haar heen. Sydney is eigenlijk altijd in voor een avontuur. En het is iemand die zich altijd bekommert om een ander. Van kleins af aan was dat al zo. Zo was haar zusje bijna gestikt in een atomic fireball. Een snoepje. Wij kennen dat volgens mij niet, maar je zou het kunnen vergelijken met een jawbreaker, denk ik. Maar haar zusje was er bijna in gestikt. Maar Sydney deed dus de Heimlich-greep bij haar zusje. Zo kwam die atomic fireball eruit en redde ze haar zusje daarmee. En eigenlijk voor iedereen, hè, stond de deur wagenwijd open. Haar vrienden, familie konden altijd bij haar terecht. Iedereen die hulp nodig had, daar stond Sydney voor klaar. Sydney zorgt niet alleen voor haar medemens, maar ook voor dieren. Want dat was haar grote, zwakke plek. Zij hield enorm veel van dieren. Met name katten, daar was ze gek op. Later kreeg ze er zelf ook eentje. Maar verder houdt ze ook enorm van de natuur en van het buitenleven. Ze ging vaak vissen met haar familie, et cetera, et cetera. Als Sydney 7 jaar oud is, verhuist ze met het gezin naar een plaatsje genaamd Neely. Het ligt ook in de staat Nebraska. Tijdens de 10e jaren van Sydney gaat ze naar het Neely Oakdale High, de high school. Maar daar komt ze voor een intense uitdaging te staan. Ze lijdt namelijk aan de aandoening scoliose. En daarmee wordt ze dus gediagnosticeerd. Het is best wel een heftige aandoening, want jouw ruggenwervel, je wervelkolom, groeit dan in een bocht, in een S-vorm. Het zorgt voor heel veel pijnklachten en daardoor kun je heel veel activiteiten ook niet eens doen. En hierdoor was Sydney dus ook genoodzaakt om activiteiten waar ze zo van hield ook op te geven. Het is zeker geen makkelijke periode voor het meisje, maar desondanks weet ze op 18-jarige leeftijd haar high school diploma te halen.
halen. En het is dan inmiddels 2011. Ze is dan dus 18 jaar oud, uitgegroeid tot een mooie jonge vrouw. Sydney heeft prachtig lang blond haar, echt lichtblond. Ze heeft helblauwe ogen en een schattig gezichtje. Als je haar foto's ziet, ze heeft iets aandoenlijks, iets onschuldigs. Ze is er dan ook inmiddels achter dat ze een seksuele voorkeur heeft. Hè. Ze valt op vrouwen. En na het afronden van haar middelbare school valt Sydney een beetje in een zwart gat. Ze weet niet goed wat ze met haar leven wil. Ik denk dat dit ook een prima leeftijd is om die twijfels te hebben. Iedereen heeft zo'n fase in het leven gehad. En voor Sydney is het ook een onzekere tijd. Ze weet niet goed wat ze wil. Qua vervolgopleiding vindt ze het te intens om nu gelijk aan een universiteit te beginnen of iets. Ze dacht wel aan een carrière in de marinebiologie. Maar dat is een idee wat ze voor nu naast zich neerlegt. Ze besluit een baan te gaan zoeken. Ze krijgt ook een vaste baan bij een bouwmarkt. Ze gaat werken bij de plaatselijke Mannards. De Mannards is dus een bouwmarkt zoals wij kennen. De Praxis, de Gamma, het is te vergelijken. Ze heeft het daar best wel naar de zin. Ze heeft collega's waar ze bevriend mee raakt. En in haar vrije tijd gaat ze graag naar dierentuinen. Verdiept ze zich in exotische dieren. En zo gaat ze buiten haar werk om helemaal op in haar passie. We maken dan een flinke sprong vooruit in de tijd. We gaan naar het jaar 2017. Sydney is in die periode een jonge vrouw van 24 jaar oud. Ze heeft haar eigen appartementje in Lincoln, waar ze dus ook werkt. En daar woont ze helemaal alleen, samen met haar kat Mimsy. Ze heeft nu dus ook haar eigen kat. Dat is echt haar ziel en haar zaligheid, dat beest. Ze is wel vaak bij haar ouderlijk huis nog te vinden. Ze spendeert daar de weekenden vaak, blijft dan logeren. Ook het avondeten, hè, spreekt ze vaak nog met haar moeder en haar vader af. En buiten dat om staat ze in nauw contact met haar ouders. Ze appen, ze bellen continu met elkaar. Sydney houdt vooral haar moeder vaak op de hoogte. Maar door de jaren heen is Sydney toch steeds ongelukkiger geworden. Ze kampt met depressie, met veel angsten en ze voelt zich vooral ontzettend eenzaam. Haar familie stond haar in ieder geval bij. Zij zetten alles op alles om hun dochter te helpen. En daarbij zoeken ze dus ook medische hulp voor Sydney's geestelijke gezondheid. Ze gaat ook aan een medicatie, maar die pillen lijken niet helemaal aan te slaan. En daarom maakt Sydney dus een nieuwe afspraak bij haar huisarts om dat ze onder de loep te nemen. Is er misschien een ander middel wat beter bij haar past? Dat consult staat uiteindelijk gepland op maandag 13 november 2017. Haar ouders die brengen haar naar die afspraak toe. Het was een prettig consult. Na deze afspraak krijgt Sydney een nieuw middel voorgeschreven. Na die afspraak wordt Sydney weer thuisgebracht door haar ouders. Sydney stond er ook na deze afspraak heel positief in. Dus die ouders hadden goede hoop. Wellicht is dit wel de stap waardoor Sydney zich weer beter gaat voelen. Wie weet. Dat ze wat lekkerder in haar vel gaat zitten. En het lijkt erop in de dagen erna dat het nieuwe middel wel lijkt aan te slaan. Moeder heeft in de dagen na de doktersafspraak contact gehouden met Sydney. En Sydney vertelt in die dagen erop dat het best wel lekker gaat. Het lijkt erop alsof die pillen hun werk aan het doen zijn. Ze zag het ook allemaal positief in. Ze was ook enthousiast bezig met een nieuwe baan te zoeken. Helemaal toe aan veranderingen. Dat kan best wel een teken zijn dat je wat lekkerder in je vel zit. Want dan ga je aan de slag met dingen en dan ben je gemotiveerd. Daar leek het dus op. We weten inmiddels dat Sydney op vrouwen valt. En haar grote wens is om iemand aan haar zijde te hebben. Een relatie. Dat is iets waar ze heel veel behoefte aan heeft. Aan liefde. Sydney zoekt daarom contact met vrouwen via de dating-app Tinder. Is een beetje naar links en naar rechts aan het swipen. En de dag na de doktersafspraak stond er dus een date op de planning. Sydney heeft een afspraak met een vrouw genaamd Audrey, die ze dus via Tinder heeft leren kennen. Een paar dagen daarvoor hadden ze een match op de dating-app. Ze hadden dus allebei volgens mij elkaar naar rechts geswiped. Ik heb hier niet zoveel ervaring mee. Volgens mij is het naar rechts als je iemand leuk vindt. Beiden vonden elkaar wel knap. De eerste indruk was goed, dus ze zijn met elkaar gaan kletsen via die app. Het is best wel snel gegaan, want op 11 november raakten ze voor het eerst met elkaar aan de praat op Tinder. En op 14 november zien ze elkaar al in levende lijven. Sydney is nog wel voorzichtig, ze wil niet voor verrassingen komen te staan. En check nog wel even bij Audrey van, joh, we zijn toch wel echt met z'n tweeën, je neemt niemand mee, hè? Weet je of dat een ding is? Ik kan me zo voorstellen dat je als vrouw die op vrouwen valt ingeluisterd kan worden door misschien een meid die op zoek is naar een trio samen met haar vriend. Ik kan me zo voorstellen dat dat een ding is, dat wel eens gebeurt. Dat je een maling wordt genomen of zo, ja. Ik weet niet hoe dat zit. Ik heb er geen ervaring mee. Maar ik vond het nogal een frappante opmerking van, joh, we zijn het gewoon met z'n tweeën. Gebeurt het dan vaker dat er dan toch iemand bij is? Misschien denk ik wel verkeerd. Maar het is de eerste gedachte die in mij opkwam. Audrey bevestigt in ieder geval aan Sydney dat ze zich nergens zorgen over hoeft te maken. Het zal echt een 1-op-1 date worden. Nou, het is dus 14 november. Sydney heeft zich klaargemaakt voor de date. En Audrey haalt haar dus op met de auto. Ze zijn een stukje gaan rijden. Ze roken een sticky.
Ze kletsen wat samen en het is eigenlijk een hele gezellige ontmoeting. Ook in het echte leven, hè, op de app hadden ze al hele gesprekken met elkaar, maar in het echte leven lijkt het ontzettend goed tussen de twee te klikken. Voordat Audrey Sydney afzet bij haar huis, plannen ze al een tweede date. Nou, als dat geen goed teken is... De twee hadden het echt heel gezellig, dat kan niet anders. Dus de tweede date wordt ingepland, voor de volgende dag al. Dus eerst zou Sydney moeten werken en daarna zouden de twee alweer een afspraakje hebben met elkaar. Als Sydney is thuisgebracht, krijgt ze nog een heel romantisch lief appje van Audrey met het bericht. Good night, gorgeous. Sydney is gelijk helemaal weg van deze Audrey. Ze is echt onder de indruk en dat blijkt ook wel als ze de volgende dag op werk verschijnt, want ze raakt er niet over uitgepraat. Ze praat 100 uit over haar date tegenover haar collega's. Hè? Ze is daar super open over. Haar collega's waren ook eigenlijk gewoon haar vrienden. Ging ze ontzettend goed mee om. En aan een van de collega's vertelt ze nog dat ze hoopt dat het op meer uitloopt. Hè? Dat het misschien wel een relatie kan worden. Ze hoopt toch nu gewoon echt een keertje beter te hebben. Sydney is toe aan een serieuze relatie. Dat was ja, iets wat de omgeving wel merkte. Nadat Sydney klaar is met haar werk, komt ze opgetogen, opgewonden en enthousiast thuis, want het is tijd voor haar tweede date met Audrey. Ze maakt zich klaar voor dat tweede afspraakje en op Snapchat deelt ze nog een foto van zichzelf. Ze draagt een mooi kanten witte topje met een crème vestje eroverheen. En ze heeft er een tekstje bij gezet, ready for my date. En dan met een emoji met hartjes ogen erbij. Sydney krijgt nog een appje van de moeder, hè, die is wel geïnteresseerd in... wie ze die avond gaat ontmoeten. Moeder maakt nog een screenshotje van de Snapchat-foto van Sydney. Deed ze wel vaker hè, bij de kinderen. En dan is ze er helemaal klaar voor. Het is dan woensdagavond 15 november 2017. Het is rond 7 uur in de avond als Sydney dan wordt opgehaald door Audrey. Sydney stuurt Audrey een berichtje dat ze klaar staat. Audrey komt op een gegeven moment met de auto aanrijden. Sydney stapt bij Audrey in en ze gaan weer samen op een gezellige date. Alleen dit keer wordt Sydney niet terug naar huis gebracht. En de volgende dag verschijnt Sydney ook niet op haar werk. Dat was helemaal niks voor haar. Ze reageert ook niet meer op de berichtjes en oproepen van haar ouders. Ja, zowel haar ouders als haar collega's maken zich op een gegeven moment echt veel zorgen om haar. Vader en moeder besluiten daarom een kijkje te nemen in het appartement van Sydney. Ze rijden daar naartoe. En eenmaal daar aangekomen, stappen ze binnen. Het is doodstil. Sydney was nergens te bekennen, maar haar kat Mimsy liep daar wel gewoon rond. Zonder eten, zonder drinken. En als er iets is wat niet past bij Sydney, is dat ze haar kat niet goed verzorgde. Mimsy betekende de wereld voor haar. Mimsy was heilig, hè? Dus een kat achterlaten zonder eten, zonder drinken. Dit is echt foute boel. Dat voelen die ouders meteen aan. Gealarmeerd geven de ouders Sydney op als vermist bij de politie. Ook zij gaan langs het appartement. Zij zien ook meteen dat Sydney's auto buiten geparkeerd staat. Verder in het appartement wordt niks opvallends gevonden. Niks wat leidt naar misdrijf of iets. Behalve dat die kat natuurlijk zonder eten en zonder drinken is achtergelaten. Dat is het enige opvallende. Sydney's moeder liet de politie nog wel weten dat haar dochter een date had met iemand, hè, de avond van haar verdwijning. Ze had natuurlijk een screenshotje gemaakt van de Snapchat-post van Sydney. Die wist de politie ook te overhandigen. En Sydney's collega's weten dit te bevestigen. Die weten ook meer te vertellen, hè, dat het om een vrouw genaamd Audrey gaat en dat Sydney helemaal in de wolken was en dat ze al eerder een date met haar had gehad, de avond ervoor. Daar richt zich het onderzoek dan ook op. Wat zijn Sydney's laatste stappen geweest en met wie had ze haar laatste interactie? Het is dus zaak om Audrey zo snel mogelijk te vinden. Wie is zij? De laatste activiteit op Sydney's telefoon ging terug naar een zendmast in de plaats Wilbur. En rond 8:30 in de avond werd dat laatste signaal van Sydney's telefoon daar afgegeven. Ongeveer 1,5 uur nadat de date was begonnen. Wilbur ligt trouwens 65 kilometer af van Lincoln. Van de woonplaats van Sydney af. Het is ongeveer 3 kwartiertjes, 40 minuutjes rijden met de auto. Een vriendinnetje van Sydney, een ex-collega, die besluit het heft in eigen handen te nemen. En zij doet een onderzoekje op Tinder. Ze maakt een profiel aan, vinkt de voorkeuren aan, zodat ze misschien deze Audrey wel zou kunnen vinden. Dat ze op vrouwen valt bijvoorbeeld en de leeftijd waarin ze zoekt. En voilà, wie komt ze uiteindelijk tegen als ze aan het swipen is? Audrey, de date van Sydney. Dat vriendinnetje dat swipe naar rechts, hè, in de hoop dat ze matchen. Want dan kan ze een gesprek aanknopen. En dat gebeurt een dag later. Ze zijn een match. Die vriendin van Sydney, die ex-collega, die chat met Audrey. En zo geeft deze Audrey dus haar telefoonnummer. En zo is dat vriendinnetje, door de stoute schoenen aan te trekken, achter het telefoonnummer gekomen van de juiste persoon. Deze informatie deelt ze uiteindelijk met de ouders van Sydney. En dat wordt ook gedeeld met de autoriteiten.
De politie doet er ondertussen ook alles aan om te ontrafelen wie Audrey is. En dat nummer wat die vriendin heeft ontfutseld, die komt goed van pas. Want de rechercheur besluit een berichtje te sturen naar dit nummer. Dat ze haar willen spreken. Die rechercheur die wordt teruggebeld. Door je wel, Audrey. En het eerste wat die rechercheur opvalt, is dat deze vrouw niet wordt aangesproken met de naam Audrey. Het is eigenlijk een vrouw die Bailey heet. Bailey Boswell. Bailey Boswell is een 26-jarige vrouw. Ze heeft halflang donker haar en een spits gezicht. En Bailey zou een valse naam op Tinder hebben gegeven, omdat ze wel eens met haar dates verdovende middelen gebruikte. Daarom zou ze anoniem willen blijven. Dat is haar verklaring hiervoor. Maar ze heeft dus over haar naam gelogen, al die tijd ook tegen Sydney. De rechercheur begint deze Bailey in ieder geval wat vragen te stellen. En Bailey erkent inderdaad dat ze Sydney 2 keer heeft gezien. Ze hebben 2 afspraakjes gehad met hun laatste ontmoeting op de avond van haar verdwijning dus, 15 november. De laatste keer dat Sydney in levende lijf ergens werd gezien. Bailey beweert dat ze Sydney heeft afgezet bij een mannelijke vriend thuis. En dat ze daarna is weggereden zonder Sydney, maar haar daarna ook niet meer te pakken kreeg. Ze heeft verder niks met de verdwijning te maken. Dit zijn haar letterlijke woorden geweest tijdens die telefonische ondervraging. Ik zou haar naar huis brengen en Sydney vroeg me haar af te zetten bij een vriend thuis, dus dat deed ik. Sindsdien heb ik niets meer van haar gehoord. Ze hadden natuurlijk de laatst bekende locatie uitgelezen van Sydney's telefoon. En we weten al dat deze rond 8:30 een laatste signaal uitgaf in het plaatsje Wilbur. Laat het nou precies de plek zijn waar deze Bailey Boswell woonde. Zij woont daar in een appartement. Precies daar, in die omgeving van het appartement, is de zendmast aangestraald. De politie die wilde dieper ingaan op Bailey's link met de verdwijningszaak van Sydney, want ze vertrouwde haar voor geen meter. En als ze dan wat dieper graven, of nou ja, je hoeft hier niet heel diep voor te graven, komen rechercheurs erachter dat deze Bailey gewoon een relatie heeft met een man. En niet zomaar een man, die 2 keer zo oud is als Bailey zelf. Het gaat om een 52-jarige man genaamd Aubrey Trill. Aubrey, Audrey. Dat is een verbastering, hè? Van 1 letter. Het is een forse man met een beetje viezig uiterlijk, met een crimineel verleden. Ik kan nu alvast verklappen, het is een vreselijke vent om te zien. Maar het is gewoon van binnen en van buiten een heel akelige man. Aubrey Trill woont trouwens gewoon samen met Bailey in dat appartement in Wilbur. Dus ze wonen ook echt samen. Het is gewoon een serieuze relatie, hè? Het was geen fling. Ja, oh, ik snap toch niet als je 26 bent. Als het dan echt een hottie is van 52, dan denk ik van ja, nou kan ik nog enigszins iets bij voorstellen. Maar zeg nou zelf, Aubrey Trill is niet bepaald een hottie te noemen. Ze zacht gezegd. De rechercheurs hebben tot nu toe alleen nog met Bailey gepraat, telefonisch. En ze zijn nu al geïnteresseerd om het koppel, hè, in levende lijf te kunnen ondervragen. Maar als ze op zoek gaan naar Bailey en Aubrey, zijn ze nergens te bekennen. Ze zijn op de vlucht geslagen. En dan komt er een huisbaas naar voren die iets opvallends vertelt. Hè? De huisbaas van het appartement waar Aubrey en Bailey woonden. Er kwam namelijk een hele indringende bleeklucht van hun appartement af. En het was niet een beetje bleeklucht of schoonmaaklucht. De geur was zo overweldigend dat een familielid van die huisbaas er echt onwel van is geworden. Diegene moest oncontroleerbaar overgeven, niet normaal. En die kreeg er extreme huiduitslag van. Dus als dat door de muren heen komt, wat heb je dan gedaan? Bovendien werd opgemerkt dat Bailey en Audrey de airconditioner hadden aangezet, hè, op de hoogste stand. En dat is wel gek, want het was november. En het was daar gewoon hartstikke koud. Ja, waarom moet je dan je airconditioner op standje 100 zetten? Tja, dit ruikt naar onraad. Uiteindelijk worden Bailey Boswell en Aubrey Trill officieel verdachten in deze verdwijningszaak van Sydney. Het komt natuurlijk ook groot in het nieuws terecht. En wat besluit het koppel te doen? Live te gaan op Facebook. Echt heel tof. Het is zo'n rare vertoning, jongens. Dit filmpje is nog te zien. Ik zal hem ook verwerken in mijn video. Maar het was vooral de bedoeling om te ontkennen, hè, dat ze iets met de verdwijning te maken hebben. Dat ze het heel vervelend vinden dat er jacht op ze wordt gemaakt. Het is vreemd, want Bailey die zit daar met haar capuchon, haar hoodie op, een zonnebril op. Haar die is helemaal weggestopt in dat ding. En Aubrey begint met praten. Hij opent de livestream
Maar hij zit een beetje half zo met zijn gezicht in beeld. En terwijl hij praat, zit Bailey doodstil voor zich uit te kijken. Het lijkt wel een meme. Het is zo gek. Tijdens de livestream start Aubrey dus met het verhaal dat ze onschuldig zijn. En hij vindt het jammer dat ze in de media en online zo worden afgebrand. Bailey vertelt daarna over haar afspraken met Sydney en herhaalt wat ze tegen de politie heeft gezegd. Ze blijft volhouden dat ze Sydney na het eerste afspraakje bij een vriend had afgezet. En beweert dat dat de laatste keer is dat ze Sydney heeft gezien. Ze hoopt verder dat Sydney gevonden wordt. Ze wenst de familie nog het beste. En ze zegt ook, Sydney was een lief meisje, dus ik hoop dat ze snel terechtkomt. Aubrey neemt dan ook nog het gesprek over en wenst de familie ook veel geluk. Het is echt misselijkmakend om dit te zien. Zeker als je uiteindelijk achterkomt waar het dan allemaal om te doen was. Dit zijn echt twee ontiegelijke sociopaten, psychopaten. Ik mag er geen stempel op zetten. Maar deze zijn koekoek hoor. Niet normaal. Uiteindelijk wordt het stel getraceerd. Ze worden gearresteerd op 30 november in een plaats genaamd Branson in de staat Missouri. In een andere staat dus. En het ligt best wel een eind verderop. Het ligt namelijk iets van 640 kilometer verderop. En dat is 6 à 7 uur rijden met de auto. Ze worden dan niet gearresteerd voor Sydney's verdwijning, want ze hebben daar nog te weinig bewijs voor. Maar ze worden gearresteerd op gronden van een eerdere fraudezaak. Dus gelukkig had de politie iets anders om handen, waardoor ze dit stel in hechtenis konden nemen. De twee werden gevonden met spullen, waardoor de politie het vermoeden had dat de twee naar Mexico wilden vluchten. Zoals landkaarten, wandelschoenen, slaapzakken. Het lijkt mij eerder dat ze wilden bushcraften als ik dit zo hoor. Het koppel is in ieder geval nu gearresteerd, maar Sydney Loof is nog steeds spoorloos. Die arrestatie vindt plaats op de 30ste. Hè? Sydney is al 15 dagen vermist. Er is geen lichaam, er is niks. Iedereen kijkt in die tijd naar Sydney uit. Foto's van Sydney, inclusief close-ups van haar tatoeages, worden gedeeld om mensen te helpen haar te herkennen. Er werd zelfs een speciale Facebookpagina aangemaakt. Ook vermissingsposters van Sydney, die hangen op alle reclameborden. Duizenden flyers worden verspreid. Alles in de hoop om haar terug te vinden. De zoektocht naar Sydney komt tot een tragisch einde op 4 en 5 december. Er wordt een schokkende ontdekking gedaan langs een grindweg ten noorden van het plaatsje Edgar. Edgar ligt ook in Nebraska. En daar wordt het lichaam van Sydney gevonden in de meest lugubere staat. De plek waar ze gevonden werd ligt 1,5 uur rijden af van Sydney's appartement. Sydney's lichaam werd in 14 delen gevonden. En 13 van deze lichaamsdelen werden gevonden in vuilniszakken langs die grindweg. Sommige delen van het lichaam misten, bijvoorbeeld het hart. Ook een deel van Sydney's linker bovenarm is nooit teruggevonden. In deze vuilniszakken zitten nog andere items, zoals volwassen speeltjes, een hondenriem, kleding en nog wat andere dingen. En 3 maanden later wordt ook nog de doorgesneden BH van Sydney gevonden. En het topje die ze droeg tijdens de date met de zogenaamde Audrey. Dan moet ik denken aan die namen. Aubrey, Audrey, Bailey. Het is eventjes moeilijk om die 3 namen uit elkaar te halen soms. Op de gevonden lichaamsdelen wordt er in ieder geval een autopsie uitgevoerd. En worden er verschillende blauwe plekken, schraafwonden en afweerwonden ook gevonden. En een grote bult op het hoofd. En uit die autopsie blijkt dat Sydney door verburging om het leven moet zijn gebracht. Wat opvallend is, is dat deze menselijke resten zijn ontdekt door de telefoongegevens uit te lezen van zowel Aubrey als Bailey. Ze zijn hun stappen nagegaan rond de tijd van de verdwijning van Sydney. En op die manier wisten ze de locaties te identificeren waar het koppel geweest was. En zo kwamen ze dus uit bij die grindweg. Zowel Bailey als Aubrey waren daar in die buurt. En daar zijn ze dus in die omgeving gaan zoeken. En op die manier vonden ze Sydney. Wat dus ook gelijk betekent dat deze twee mensen aan de moord op Sydney gelinkt kunnen worden. Dit is dan ook echt genoeg om de twee ook te arresteren voor de moord op Sydney. Bailey en Aubrey worden vervolgens beide aangeklaagd voor moord met voorbedachte raden, het opdelen van een stoffelijk overschot en het samensweren tot moord. Tijd om wat achtergrondinformatie te geven over dit koppel, deze twee. Wie zijn het en hoe kennen ze elkaar precies? Het zit echt extremer in elkaar dan je denkt. Het is echt next level. Bailey's opvoeding wordt beschreven door haar omgeving als een normale opvoeding. Het enige opvallende is dat ze op 1-jarige leeftijd haar biologische vader is verloren, omdat haar vader werd vermoord. Dat is natuurlijk ontzettend verdrietig. Moeder is uiteindelijk hertrouwd. Stiefvader heeft Bailey geadopteerd. Bailey was een heel normaal meisje. Ze was slim, ze blonk uit in verschillende sporten, ze was echt een topatleet. Het was een voorbeeldig kind en een goede leerling en niks opvallends. Maar toen Bailey ouder werd, kwam ze in aanraking met verdovende middelen. Is ze dus ook begonnen met illegaal sekswerk. Door zichzelf dus te verkopen via online advertenties.
zat Bailey een oproep gedaan naar Sugar Daddy binnen haar omgevingen. Daar was ze vooral naar op zoek. En zo kwam ze dus op het spoor van Aubrey Trail. Het spoor van Aubrey Trail. Maar goed, een man met dubbel de leeftijd van deze Bailey. Ja, ik vind het gewoon smerig. Ik krijg er jeuk van. Volgens de ouders van Bailey zou Aubrey hun dochter ook verkopen, hè? Aan andere mannen zou hij een soort van pimp zijn voor Bailey. Maar waar het op neerkomt is dat Aubrey en Bailey samen een uitgebreid crimineel verleden creëren. Ze waren betrokken bij verschillende delicten, waaronder diefstal, oplichting, fraude en verkeersovertredingen. Komt verder geen geweld aan bod. Althans, komt het wel aan bod. Maar ja, dat heeft meer te maken met een bepaalde seksuele voorkeur, om het zo maar te zeggen. Het duo zou in ieder geval maar liefst 400.000 verschuldigd zijn aan diverse bedrijven en partijen. En daar waren ze dus ook nog voor op de vlucht. Eigenlijk waren ze continu aan het vluchten voor wat ze te wachten stond. Dan over Aubrey. Dat is echt een engert, hè? Dat weten we al. Maar hij zou zichzelf de Vampire Sugar Daddy noemen. Heel goor. Hij sprak graag over de meest afschuwelijke onderwerpen en had een sterke voorkeur voor sadistische seks. En hij was een leider van een bizarre sekscult. En deze cult had een aantal vrouwelijke leden die Aubrey zijn heksen noemde. Bailey Boswell was in deze cult de koningin der heksen. Ja, dat was haar plek. Zij moest ook mama worden genoemd. Aubrey moest papa worden genoemd. Nou, echt hele rare regels die vrouwen werden opgelegd. Alle leden van Aubrey's groep kregen €200 in de maand, maar wel als ze zich aan de regels hielden. Het houdt in dat deze vrouwen contact moeten onderhouden met Aubrey. Ze mogen geen contact hebben met andere mannen, dat is uit den boze. En ze moeten dus Aubrey papa noemen en Bailey dus mama. Dat vind ik al extreem, maar goed, het wordt nog steeds erger. Later beweert Aubrey tegenover zijn volgelingen, tegenover zijn heksen, dat ze speciale magische krachten kunnen krijgen als ze iemand vermoorden. Ze zouden ze bijvoorbeeld kunnen vliegen of iemands gedachten kunnen lezen. Ja, dan gaat het weer een heel andere kant op, hè? Tijdens het proces komen dus meerdere vrouwen naar voren die volgelingen zijn van deze cult. Het zijn drie vrouwen die naar voren komen. Ze hebben ook echt een soort liefdes- of seksuele relatie met zowel Aubrey als Bailey. En ook deze vrouwen hebben het koppel leren kennen via Tinder. Het is dus blijkbaar de vijver waar ze uit vissen. Trouwens, een van de vrouwen die naar voren komt, die vertelt uitgebreid over Bailey. En dat Bailey echt niet onschuldig is, hè, in dit verhaal. Bailey had het namelijk super vaak over hele sadistische dingen. Het vermoorden van een vrouw, het opdelen van een lichaam. Ja, dat behoorde echt tot een van haar grootste interesses. Ze raakte er niet over uitgepraat. Tijdens de ondervragingen is Aubrey Trail, die oude man, de eerste die breekt. En hij is ook de eerste die de moord begint te bekennen. Maar dat doet hij niet op een hele geloofwaardige manier. Zijn verklaringen, die verandert hij telkens weer. Dan zegt hij iets tegen de politie, daarna trekt hij die verklaring weer in. En zo blijft hij maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. Heel frustrerend. Hij geeft aan dat hij in ieder geval verantwoordelijk is voor de dood van Sidney Loof. En dat Bailey daar niks mee te maken heeft. Hij wil haar echt helemaal uit de wind houden. Maar puntje bij het paaltje, uiteindelijk komt hij met het verhaal dat er een trio gepland was, waarbij hij dus zijn fantasieën zou uitleven op Bailey en op Sidney, zodat het afgesproken was. Sidney was hiervan op de hoogte, deed het niet tegen haar wil, maar het zou er te ruig aan toe zijn gegaan. Hij zou haar per ongeluk echt hebben gewurgd. En zo zou Sidney aan haar einde zijn gekomen. Maar goed, ook dit verhaal trekt hij later weer in. Dat verandert hij weer. Dan komt Aubrey met het verhaal dat het zijn taak was om video's te maken voor bepaalde fetishes. Hij ontving betalingen van mensen die extreme video's wilden hebben. En Aubrey faciliteerde deze. Met dat geld zou hij bijvoorbeeld Sidney hebben betaald. Zij zou dus onderdeel worden van zo'n extreme video. En ze zou hier dus van op de hoogte zijn geweest. En ze was zich ook bewust van de risico's. En ze is aan haar einde gekomen tijdens het maken van deze ruige content. Maar goed, het maakt niet uit, hè, want ze was van op de hoogte dat er risico's aan verbonden zaten. Oh, zo'n misselijkmakende vent. Hier geloven we natuurlijk helemaal niks van, hè. De aanklager die trapt hier in ieder geval niet in. Die is ervan overtuigd dat het koppel bewust Sidney om het leven heeft gebracht. Met voorbedachte raden dus. Dit om een perverse seksuele fantasie uit te laten komen. Een fantasie van zowel Aubrey als Bailey. En Sidney is daar het slachtoffer van geworden.
De politie is in ieder geval van overtuigd dat ze beide net zo groot aandeel hebben in de zaak. Tinder zou in ieder geval een recruteringsmiddel zijn voor het werven van vrouwen. Sydney is daar slachtoffer van geworden. De aanklager denkt dat Bailey heeft ingespeeld op de kwetsbare Sydney, hè, die echt op zoek was naar de liefde. Klaar was voor een serieuze relatie. En haar de tweede date dus niet meenam voor een leuk ritje, maar mee naar het appartement in Wilbur. Sydney was hartstikke eenzaam. En daar heeft Bailey verschrikkelijk gebruik van gemaakt. Die is misschien wel meegelopen naar het appartement. Hè, van nou, zullen we misschien bij mij thuis chillen? Ik heb daar nog mijn sticky liggen. Kunnen we het groene goud gaan roken? Nou, dat zouden ze ook doen na die avond. Dat deden ze graag samen. Ze heeft in ieder geval een smoes verzonnen door naar het appartement te gaan. Want dat was helemaal niet het plan voor die avond. Het scenario wordt geschetst dat Sydney dat appartement binnen is gekomen. En daar wordt overvallen door de twee. Sydney zou er binnenkomen. Ineens is Aubrey daar, hè, een grote vent. Sydney was maar een kleine vrouw. Die heeft haar overvallen, overmeesterd. Er is veel geweld bij komen kijken. En ze hebben de meest lugubere dingen met het meisje gedaan. Uiteindelijk vermoord. En op verschrikkelijke wijze opgedeeld, hè, in die 14 stukken. Sydney zou trouwens dodelijk gewurgd zijn met een verlengsnoer op de vloer van de woonkamer. De aanklager is van overtuigd dat het is een sadistisch plan wat het stel al langer voor ogen had. Ze moesten alleen nog een slachtoffer vinden. Dit blijkt ook wel als de jury de camerabeelden te zien krijgt die de politie heeft verzameld. Daarop is namelijk te zien dat Aubrey en Bailey allemaal spullen kochten die zijn gebruikt om Sydney's lichaam weg te werken. Ook is erop te zien dat ze al die schoonmaakmiddelen kopen. En dat shoppen, dat doen ze enkele uren voor Sydney's moord. Dus dan zou je toch wel echt denken dat het hier om voorbedachte raden gaat. Het is geen uit de hand gelopen spelletje in de slaapkamer. Tijdens Aubrey Trail's een rechtszaak gebeurt er iets dramatisch, met een hoofdletter D. Aubrey verklaart namelijk dat zijn vriendin Bailey onschuldig is en neemt bijna zijn eigen leven midden in de rechtszaal, daar waar iedereen bij zit. Hij haalt een scherp voorwerp ergens uit de zak vandaan, begint zichzelf dus daarmee te snijden. En daarbij schreeuwde hij: Bailey is onschuldig, ik vervloek jullie allemaal. Bailey is innocent, I curse you all. Nou, voordat iemand kon reageren, was hij al bezig met het scherpe voorwerp. Hij heeft zichzelf niet dodelijk geraakt. Hij kon op tijd worden meegenomen naar het ziekenhuis. En daar is hij vervolgens hersteld. Maar goed, heel extreem weer. Wat de hel. En dan over Bailey's rechtszaak en haar verdediging. Bailey hield namelijk vol onschuldig te zijn en schoof de schuld, ja, op haar vriend Aubrey af, hè? Dus van, joh, ik ben door hem gemanipuleerd. Aubrey Trail is een stuk ouder en het is een hele manipulatieve man. En ik ben erin getrapt. Dat is Aubrey's verhaal. Haar advocaat schilderde haar ook af als een kwetsbaar individu. En verder zou Bailey absoluut geen aandeel hebben in de moord op Sydney Loof of het wegwerken van haar lichaam. Maar ja, dat is natuurlijk te weerleggen als je naar telefoongegevens kijkt. Bailey was aanwezig op het moment dat Sydney werd gedumpt langs die grindweg. Zij was daarbij. Dat kunnen ze gewoon zien. Daarom hebben ze Sydney ook gevonden, hè, door het uitlezen van die gegevens. Ja, daar kom je niet helemaal bij weg. Bailey was daarbij echt de initiatiefnemer, hè, om Sydney te lokken. Zij is degene die haar aan de praat hield, chatte met haar, lokte haar naar het afspraakje. Dit was geen bang muisje, hoor, die zielig in de hoek ging zitten. Bailey was iemand die continu over hele duistere zaken praatte. Er zijn ook getuigen van gehoord. Ze had het bovendien over het opdelen van een lichaam, dat haar grote fantasie was. Het martelen van mensen. Dat ja, heeft ze gewoon uitgesproken. Van, oh, dat lijkt me echt gewoon helemaal de shit. Bailey fantaseerde volop over dit soort onderwerpen. Tijdens het proces van Bailey komt de familie van Bailey nog naar voren. Ze smeken alsjeblieft niet de doodstraf te geven. En ook zij leggen vooral de schuld bij die oude vent, Aubrey Trail. Maar goed, gaat een jury daar intrappen, ja of nee? In oktober 2020 wordt Bailey door een jury veroordeeld voor alle drie de aanklachten. En Bailey krijgt dan een levenslange gevangenisstraf. De rechter was van mening dat haar aandeel niet het niveau had bereikt wat genoeg was om de doodstraf op te leggen. Maar dat geldt niet voor onze Aubrey. In juni 2021 wordt hij ook veroordeeld, maar wel ter dood. Zij krijgt de doodstraf opgelegd. Hij is op dit moment nog zijn, nou ja, executie aan het afwachten in de dodencel. Bailey zit nog vast in een vrouwengevangenis. Ja, die komt nooit meer naar buiten. En ik denk dat dat ook maar goed is ook. Als je iemand niet op je datingapp wil vinden, zijn het deze mensen wel.
Wat ik eigenlijk zo heftig vind, ik heb ook wel eens gedate met iemand die in mijn DM zat op Instagram bijvoorbeeld. Ja, diegene ken je niet. Je weet nooit of je iemand kan vertrouwen. Sydney had al eerder een date gehad met deze vrouw. Dat was haar goed bevallen. Hebben ze dat dan echt zo gespeeld en zo afgesproken om iemand eerst gewoon helemaal met liefde te bombarderen? Ik vind het zo'n gekke gewaarwording. Waarom bij de tweede date bijvoorbeeld? En had dit voorkomen kunnen worden? Ik denk dat dat heel lastig is voor iemand die op zoek is naar de liefde. Ook gewoon nieuwe mensen wil ontmoeten. Soms spreek je dan ook gewoon niet af op neutraal terrein. Denk dan ook vaak, hè, wat kan er fout gaan? Ja, ik ben ook wel eens bij iemand in de auto gestapt die ik niet zo lang kende. Zo zie je maar. Eigenlijk zit het ook maar in een klein hoekje, hè? Dat gevaar. Gelukkig gaat het heel vaak ook wel goed. Maar dit had heel veel mensen kunnen voorkomen. Sydney was gewoon hopeloos op zoek naar grote liefde. Had al een date gehad die ontzettend goed voelde. En ik denk dat ze dit echt niet heeft zien aankomen. Ik ben nog wel benieuwd naar het hele verhaal. Maar deze twee mensen die praten er niet over. Die zijn er ook niet open over wat er precies is gebeurd die avond. Sydney kan het niet meer navertellen. Dus de aanklager heeft een beeld geschetst dat Sydney waarschijnlijk ineens onverwacht naar Wilbur werd gereden. Misschien wel met een smoes. Laten we naar huis gaan. Misschien waren ze wel klaar voor om daar af te spreken. Wilde Sydney dat wel? En werd ze daar overvallen door die verschrikkelijke vent? En hebben deze twee mensen akelige dingen met haar gedaan. Je wilt eigenlijk ook niet weten, maar je zou wel willen weten, wat is precies de toedracht geweest en het motief? Vreselijk verhaal, jongens. Kijk natuurlijk altijd uit met wat je op het internet doet. En daarbij wil ik natuurlijk Surfshark bedanken voor het mogelijk maken van deze video. Surfshark VPN is een VPN-service waar je IP-adres mee kan maskeren en je dus veilig het internet op kan. Echt de moeite waard om dat eens te gaan checken. Ga naar het linkje hieronder in beeld of in de beschrijving. Gebruik mijn kortingscode onder die in hoofdletters om 3 maanden extra gratis te krijgen. Ik ga eigenlijk nooit meer zonder VPN het internet op. Zelfs op mijn telefoon staat het geïnstalleerd. En het fijne is, heb je een Surfshark abonnement, kun je het op eindeloos veel apparaten gebruiken. Met 1 account maakt het niet uit op hoeveel je apparaten inlogt. Surfshark nogmaals ontzettend bedankt. En volgende week ben ik er natuurlijk weer met een spraakmakend moordverhaal. Vergeet Moordkast niet te volgen. Podimo.nl/moordkast. En volgende week vrijdag ben ik er natuurlijk weer met een gloednieuwe aflevering. Tot dan.